Een oefenpot van landskampioen A Gent op het veld van Dikkelvenne, kampioen in eerste provinciale, brengt zo'n 1500 voetbalfans op de been. En de voorzitter van Dikkelvenne wist bij het kampioenenfeestje van AA Gent dat zijn ploeg en die van de Buffalo's nog iets gemeen hebben. Wij hebben heel duidelijk iets gemeen. VDK sponsort maar twee ploegen, twee voetbalploegen. SC Dikkelvenne en AA Gent. En toevallig of niet toevallig, maar dit seizoen speelt SC Dikkelvenne kampioen in de eerste provinciale. En AA Gent vanavond ja, kampioen eerste nationale. De T1 van Gent geeft duidelijk zin in deze oefenpot. Omdat VDK al zoveel gedaan heeft voor de Buffalo's, lijkt het mij logisch dat wij hier met plezier komen spelen. En als ik hier het veld dan zie, dan zou ik nu al durven zeggen dat wij eigenlijk ieder jaar een gewoonte zouden moeten van maken om hier te komen spelen. Want je hebt niet altijd de kans om op zo'n superveld te spelen. Dus ik denk dat dat een blijver kan worden. Dikkelvenne laat zien dat het een waardige sparringpartner wil zijn voor de jongens van Hein van Hazenbroek. De eerste kans is er een voor Michael Kissy, geen probleem voor Van den Bussen. Gent geeft duidelijk meer balbezit en de betere kansen. Het springt er wel slordig mee om. Hannes van der Bruggen wringt hier een kans de nek om. En de Buffalo's blijven op hun doelpuntenhonger. Ze missen wat efficiëntie, maar ook een sterke prestatie van doelman De Timmerman zorgt ervoor dat de brilscore op het bord blijft. De thuisploeg geeft net voor de rust zelfs opnieuw een kans op een doelpunt. Kissy mag alleen op Van den Bussen af, maar hij laat het liggen. En tijdens de rust wordt nogmaals duidelijk hoe populair de trainer en de spelers van Gent zijn. Hein geniet van de aandacht. Pas na de rust ziet hij zijn ploeg scoren via deze heerlijke vrijtrap van Kenny Saif. 0-1. Toch wil Dikkelvenne er echt wel een wedstrijd van maken. Met Lennart Martens heeft het natuurlijk een killer en hij komt dicht bij de gelijkmaker. Ook voor de spelers van Dikkelvenne is het een galawedstrijd. En voor Kevin Paulet krijgt deze wedstrijd nog een gouden randje. Zijn kopbal is goed voor de gelijkmaker, een kippenvel moment voor de verdediger. Zo'n wedstrijd speelde natuurlijk niet veel. En dat is eentje zeker om in te kaderen en in de gedachten te houden natuurlijk. In het wedstrijdslot gaat Gent toch nog met de zegen lopen. Zolotic vindt Saif en die maakt zijn tweede doelpunt van de avond. 1-2 is de eindstand. En ook na het laatste fluitsignaal trekt de jeugd nog eens op handtekeningenjacht.